Mijn naam is Sjoerd Hoedemakers. Ik woon hier achter. Ik grens met mijn tuin aan de rotonde. Ik ben een van de direct aanwonenden samen met drie andere buren. Als omwonenden merkten we dat er heel veel verkeersopstoppingen waren. 's Ochtends tijdens de spits, dat er 's avonds heel veel verkeersopstoppingen waren. Frustratie onder automobilisten, maar je niet op kan, niet door kan. Het liep niet door, het liep vast. We hoorden vaak een ambulance of politiewagen. Dacht je, het zal toch niet weer. Ja, dan was het of weer haken of weer. Nou, dus ik ben blij dat wat dat betreft dat het aangepakt is. Dat heeft een traject van 3 jaar geweest. Ze hebben gezocht naar hoe ze de weg moeten aanleggen. Welke bomen, moet er een waterbassin bij komen of niet. En dat is eigenlijk altijd wel gedeeld met ons, ook de tekeningen daarin. En dat is altijd wel prettig dat je die openheid hebt. In het begin waren best wel veel problemen. Op het moment dat je een weg afsluit, krijg je heel veel vrachtwagens die ergens gaan staan. En die daar gaan overnachten. Zwerfvrachtwagens, kamperen. En dat hebben we eigenlijk na 1 nacht hebben we dat ook gemeld en is meteen ook opgepakt en zijn alle bouwhekken doorgeschoven. Is het wegdek verder afgesloten. Zodat je als bewoner daar veel minder last van hebt. Want je krijgt een stukje last niet van de rotonde, maar van wat daar eigenlijk een gevolg daarvan. En dat hebben ze eigenlijk wel meteen binnen 24 uur opgepakt. En dat doen ze wel heel netjes. Ik kom eigenlijk best veel kijken aan de hekken. Samen met de kinderen vind ik het fantastisch leuk om tegen die hekken aangeplakt te kijken naar de machines en alles wat daar, vooral die hijskranen als die daar hangen. Dus ik kom denken, ja, 1 keer in de week, in het begin zeker 1 keer in de week kijken. Nu het wat meer gewenning is, denk ik dat we 1 keer in de 2 weken de kinderen naartoe lopen met mijn kinderen om even te kijken. En ik ben een paar keer op aanvraag met de opzichter. Daar had ik een mailtje gestuurd, maar dat ik ook wel contact mee heb. En ben ik een paar keer in de bouwkeet komen kijken. Heb ik de tekeningen mogen bekijken. Heb ik ook echt direct vragen kunnen stellen. En dat is denk ik ook een uitzondering die hij in tijd wilde inruimen voor me. Omdat je echt met je tuin aan het project grenst. Dus je zit er echt op. Ja, dan is het ook wel fijn te weten wat nou allemaal gebeurt en wanneer en wat de tijdschema's zijn. De weg was open, het was een oude verkeerssituatie. En nu wordt hij eigenlijk helemaal gemoderniseerd weer. En dat vind ik als bewoner leuk. Er komen weer nieuwe grote bomen terug, grote waterpartijen erbij. Dus het wordt wat meer een leefbaar gebied. En dat was vroeger in die afscheiding tussen hard industrie en bewoning, krijg je nu iets meer een soepele overgang. Waar we wel nu veel last van ervaren, en dat is gewoon heel, heel open, is hoeveelheid verkeer wat nu verkeerd rijdt, wat de weg niet kan vinden. Terwijl er tientallen borden staan met informatie, merken we dat er toch wagens verkeerd blijven rijden. Ik denk dat veel mensen de automatische piloot hierheen rijden. En ik hoor vrienden van me ook, die bellen dan, van hoe lang gaat het project nou nog duren daar bij jou? Want ik rijd elke keer als ik naar de Meulenboulevard moet, rijd ik elke keer verkeerd. Dan zeg ik van ja, er staan toch borden, zie je het niet? Ja, maar daar let je dan niet op. Dat is denk ik het antwoord. Heb je nou ook vragen? Stel ze hier in de bouwapp.